allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Niels TV. Ik zit hier met Dave Boomkens. Hij is schrijver van de boeken Het leven over Gertie Kaspers, Het leven over Lisbeth List en over 60 jaar Songfestival. Hij is Songfestival-liefhebber en kenner. En ik ga met hem vandaag praten over 65 jaar Songfestival. Dave, wat was jouw eerste Songfestival die je meegemaakt? Ja, dat is meteen een hele mooie en goede vraag. 2003 was voor mij het allereerste jaar. Ik ken het festival nog niet heel erg goed. Ik had het wel in een soort van ooghoek het jaar daarvoor al gezien. En het was sowieso een heel tof jaar. De allereerste inzending die ik zag was Birgitta Haukdoel, Open Your Heart IJsland. En dat was een vrouw die was in het wit gekleed, een grote witte bloem in het haar. En ik was echt onder de indruk van haar verschijning. Dus ik zat daar echt helemaal echt als jochie op de bank van wauw. Het is echt een heel toffe dame. Mooi nummer. IJsland. Hey, een heel ander land, maar toch ook weer niet. Kort daarna kwam Rusland, Tattoo. En de Fenerbahçe en Prostie, ook een heel modern lied. Turkije, Setup. Heel veel van die nummers maakten ongelooflijke indruk. Dat was mijn eerste jaar eigenlijk. Wat vond je van België? Van Urban Threat, zeg ik dat goed? Heel goed. Ja, Sanomi, dat was een... ook een heel goed nummer. Dat, eigenlijk een volkliedje met een zelfverzonnen taal. Ook een heel herkenbaar dansje wat erbij zat. Ik was daar wel van gecharmeerd eigenlijk, ja. Het werd tweede. Met een paar punten gerold de nummer 1 Turkije. Had het kunnen winnen volgens jou? Was het voor jou de winnaar? Ja, ik vond heel veel nummers van het jaar goed eigenlijk. Ook de nummer 4, Noorwegen, vond ik ook heel goed. Het lag super dicht bij elkaar. Dus ja, had je de televoting een minuut door laten lopen, dan had je waarschijnlijk een hele andere uitslag gehad. Ja. Het Songfestival is in Rotterdam dit jaar. Wat verwacht je van het Songfestival van dit jaar? Ik vind het sowieso heel gaaf dat het in Nederland plaatsvindt. Na al die jaren wachten. Wij zijn allebei natuurlijk al een keer geweest naar een editie van het festival. En wat heel tof is, is dat nu Nederland ook een keer kennis maakt met de grootheid van het evenement. Van joh, wat betekent het nou voor iedereen dat het een keer in ons land, in onze stad plaatsvindt. Wat je in Zweden bijvoorbeeld in Stockholm zag, is dat als je bij een bus... halte stond dat die helemaal bedekt was met posters. Maar stond je bij het stoplicht, dan hoorde je allemaal Eurovisie liedjes uit het kastje komen. Dus allemaal van dat soort elementen. En dat gaan wij natuurlijk ook krijgen. Dus het is goed voor iedereen om te zien van wat brengt het nou met zich mee? Hoe groot is het echt? Want dat weet je eigenlijk alleen maar als je erbij bent geweest. Wat weet je even, hoe vond ik van België dit jaar met het nummer Release Me? Wat verwacht je daarvan ook? Ja, ik verwacht dat ze het ongelooflijk goed gaan doen. Hoover Funnik is heel professioneel. Die draaien al heel lang mee in de muziekindustrie. Die weten precies hoe alles draait, hoe alle mazen lopen. Een hele professionele artiest. Ook een ongelooflijk mooi, donker, sferisch, melancholisch nummer. Eigenlijk een beetje in het verlengde van het nummer van 2 jaar geleden, Senek. Ook gecomponeerd door de mannen van Hoover Funnik. Die strijkers komen mooi naar voren. Ja, Ik hoop stiekem op een common linens effect. Dat alles mooi op zijn plek valt, goed in beeld gebracht wordt en dan zou het heel hoog kunnen eindigen. Ja. Verwacht je van Stefania op Griekenland? Een nummer Supergirl. Ja, dat is natuurlijk een Nederlands meisje wat voor Griekenland uitkomt. Met wel Griekse roots. Ja, superleuk. Heel goed en ook heel slim dat de Grieken op die manier hun kandidaat hebben geselecteerd, denk ik, voor Rotterdam. Ook zij heeft al, ondanks dat ze jong is, de nodige ervaring. Ik verwacht er ook veel van, ja. Cool. Justine Pemmelai, blijf zoals je bent, 1989. Als zij de eindnoot had gehaald, had ze dan gewonnen? Ja, lastige vraag natuurlijk. Het is altijd heel erg wat als, hè. We hadden het er al eerder over, wat als Ajax in de halve finale de keeper niet was gaan tijdrekken tegen Tottenham Hotspur. Had Ajax dan die laatste 10 seconden anders overleefd. Het is altijd een beetje moeilijk om daar iets over te zeggen. Zij is sowieso een hele goede artiest. Heel leuk mens ook. Ik denk dat ze ook
zeker een goede prestatie heeft neergezet. Maar ja, je weet het nooit. Je weet nooit hoe de geschiedenis loopt. Wat verwacht jij van Zwitserland van dit jaar? Vorig jaar was Zwitserland heel succesvol met Luca Hanni en met She Got Me. Het vierde in de finale. Wat verwacht jij van dit jaar? Wat de firma wordt Zwitserland toe bekend gemaakt, het nummer en de song. Gaat het weer zo hoog eindigen? Heel moeilijk in te schatten natuurlijk. Ze hebben wel, in ieder geval wat jij terecht stelt, hè, ze hebben wel de goede smaak te pakken. Ze weten hoe het is om aan eremetaal te ruiken. Ze zijn heel hoog geëindigd. Dus wat dat betreft, hè, zeg iets heel erg terecht, denk ik. Van joh, ze weten wat het is. Ze hebben het allemaal een keer bijna mee mogen maken. Dus ik ga ervan uit dat ze wel die koers willen aanhouden. Ja. En Engeland, hele magere jaren achter de rug gehad. Heel dramatisch. James Newman gaat voor Engeland dit jaar naar het Songfestival. Hebben de Engelsen hiervan geleerd? Van vorig jaar de laatste plaats? Ja, de Britten zijn altijd een heel lastig verhaal als het gaat over het Songfestival. Dat weten ze zelf denk ik als geen ander. Het is wel heel leuk dat John Newman, een hele grote artiest, dat zijn broer nu gaat. James. James is natuurlijk ook tekstschrijver van heel veel nummers van Ed Sheeran geweest. Dus zij weten precies hoe het werkt. Zij kennen echt, nou, ze weten hoe de muziekindustrie in elkaar steekt. Ze weten hoe ze dingen op een podium moeten neerzetten. Hij is vocaal erg sterk. Hè. De zanger heeft ook onder andere de vocalen gedaan voor Therapy van Armin van Buuren. Dus zij gaan gewoon iets sterks neerzetten. Dat kan bijna niet missen. Zij gaan niet het risico nemen om laag te eindigen. En dat is wel hoopgevend, denk ik. Dat hoop ik ook, want de Britten waren niet sterk de laatste jaren, nee. Nee, maar het zou heel fijn zijn, Niels, als we een keer hoog eindigen en ook een keer iets moois neerzetten natuurlijk. Want dan hebben we eigenlijk het enige land wat nog een beetje er tegenaan hinkt, hebben we ook aan boord. En dan heb je eigenlijk een deelnemersveld waarin je alleen maar landen hebt die het maximale eruit proberen te halen. Eigenlijk is Groot-Brittannië altijd een beetje nog de vreemde eten in de bijt geweest. Zeker. Shang-Gu, wat verwacht je daarvan? Wat denk je, wat firma voor de Song gepresenteerd? Wat hoop je voor Song? Wat gaat brengen? Als je zijn cd's, zijn albums luistert, nummers als Goals, wat ook door Game of Thrones gebruikt is, door Netflix. Als je zo'n Aisha, zo'n heel, echt zo'n, toch wel een beetje een traditioneel Surinaams nummer beluistert. Hij maakt zo ongelooflijk veel goede muziek. Het is een prachtige verschijning om naar te kijken. Het is echt een genot als hij optreedt. Zijn albums zijn stuk voor stuk echt. Ja, hij heeft niet voor niets natuurlijk Edisons in de wacht gesleept. Die zijn van ongekend hoog professioneel niveau. Het kan bijna niet anders dan dat hij gewoon hoge ogen gooit. Ik vind het vooral laat ik het anders formuleren. Ik vind het een hele tof artiest. Echt een A-artiest. Iemand waarvan ik al jaren dacht van ja, laat hem maar gaan. En ik ben heel blij dat hij nu gaat. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. Dank je wel. Voor het leuke gesprek natuurlijk. Ja. Ik vond het superleuk, dankjewel. Dit was Niels TV. Vergeet geen blauw duimpje doen om te liken. Of laat een reactie achter.